Hallo, mijn naam is Silke Janssens. Ik schreef het gedicht De Dans. Zelf ben ik logopedist van opleiding. Dus taal is al een beetje mijn verhaal. Uit onderzoek blijkt dat 55% van onze communicatie eigenlijk lichaamstaal is. Voor mij, ik besluit daaruit dat lichaamstaal en dans ook poëzie is. Voor mij persoonlijk werd zowel schrijven als dans therapeutisch. Toen ik door burn-out zelf fysiek niet meer kon dansen, liet ik de woorden voor mij dansen. De dans. Ik stap in de dans. Mijn lijf neemt over. Twinkel, bruis en glans. Kronkel en betover. Bas bonkt van binnen. Melodie wil ik beminnen. Handen scheppen vorm, bevrijdend van de norm. Aura's voelen veilig, respect is hier heilig. Het collectief smacht naar extase in de nacht. We stappen in de dans. Ons lijf neemt over, smelt mee in cadans. Ik voel je en verover. Dank u wel.